Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden. Fijn dat je weer kijkt naar Cambuur TV. Vandaag in het clubnieuws is er aandacht voor de nieuwe stadionplannen. Blikken we met Henk de Jong terug op de wedstrijd tegen Feyenoord. Kijken we hoe het nu gaat met oud-Cambuurspeler Ruben Schaken. Spelen Robert van Boksel en Tim Koremans en partij voetgolf. Marco Hoekstra, de supporter van de week. En kijken we met Ramon Lewin en Dwight Lodewegers vooruit op het duel tegen ADO Den Haag. Gerald van der Belt, een nieuw stadion staat in de planning. Waarom? Nou, de noodzaak die wordt wel duidelijk, denk ik, als je hier om je heen kijkt. Het is een mooi maar oud stadion. De faciliteiten zijn niet meer eredivisiewaardig en betaald voetbalwaardig. Dus we zijn wel echt aan wat nieuws toe. Ja, mocht het allemaal doorgaan, wanneer kan het nieuwe stadion dan in gebruik worden genomen? Nou, in onze plannen, in het meest gunstige scenario, is dat het seizoen 2016-2017. Dus dat zal het mooiste zijn. En wat zal de locatie worden van het nieuwe stadion en waarom is voor deze locatie gekozen? Nou, er is nog niet definitief voor een locatie gekozen, maar bij het WTC-terrein, dus ook waar de ijsbaan komt, dat zou wel een geweldige locatie zijn voor een nieuw stadion. Omdat er al meerdere evenementen daar zijn en het nog relatief dicht bij de binnenstad ligt. En dat vinden we toch wel mooi. En wat zal er dan uiteindelijk gebeuren met het huidige stadion? Nou, daar zal afscheid van genomen worden tegen die tijd. En dan zullen hier denk ik meerdere commerciële winkels komen. Maar hierachter zal er ook een nieuwe wijk gaan ontstaan. En de capaciteit wordt natuurlijk verhoogd. Is het wel reëel, het nieuwe stadion, kan deze opnieuw helemaal worden gevuld zoals dat hier wel gebeurt? Ja, dat denk ik zeker. Een nieuw stadion levert altijd meer traffic op, meer toeschouwers. We zitten nu al in de Eredivisie stijf uitverkocht met 10.000 mensen. Ik denk als we groeien, zowel in commerciële zin als in met de supporters, met een nieuw stadion, dat we heel snel aan de 15 gaan komen. Henk de Jong, drukke week gehad. Tweemaal gewonnen in de beker voor de competitie. Kan het dan gebeuren dat je een keer verliest van Feyenoord? Ja, dat kan gebeuren, maar ja, dat was eigenlijk wel jammer. Hè? Als je kijkt hoe we gisteren speelden, vooral de eerste helft. Ja, dat was echt goed voetbal. En, alleen ja, dan moeten we de kansen benutten die we krijgen. En dan moeten we ook nog weer leren dat we misschien in de 45e minuut moeten zeggen, oké, misschien moet je de bal in bezit houden en laten we gewoon tot rust de 0-0 houden. Dat zijn vaak wel momenten dat deze ploegen toeslaan. En wat maakte dan het echte verschil deze wedstrijd? Nou, ook in de tweede helft een moment dat wij met 10 man spelen. Nou, de kans, en dat nemen we onszelf als staf ook kwalijk, dat moeten we met z'n allen doen we dat. De kans tegen Feyenoord dat je met 10 man, want wij hadden een blessure. El Macrini zat aan de kant, wij hebben een wissel klaarstaan, we hebben zelf balbezit. Nou, op dat moment moeten wij gewoon eigenlijk die bal op hun helft eruit schieten en gewoon de wissel toepassen. De kans dat je tegen Feyenoord of tegen Ajax of zo, als je een goal maakt 10 tegen 9, is gewoon heel klein. Speelt ervaring dan een grote rol? Ja, dat is achteraf. Want als je die ballen erin schiet, de eerste helft, dan is ervaring is helemaal weg. Hè? Dan kan je ook zomaar met 2-3-0 kan je winnen deze wedstrijd. Hè? Want daar voetbal je ook door. En, we hebben zware wedstrijden gehad vorige week. Ja, dat weegt bij ons toch na. Hè? Feyenoord heeft 4-5 internationals, 6. En die spelen wekelijks 2 extra in de week. Ja, voor ons is dat gewoon een extra... Dat kost ons zoveel energie. Ja, dat voel je op een gegeven moment in de wedstrijd. Zeker als je dan mentale tikjes krijgt, dan slaat dat dubbel toe. Vandaag in voetgolf neemt Robert van Boksel het op tegen Tim Koremans.
Na de 10 pogingen van Van Boksel en de 14 balcontacten van Koremans verandert er niets in de kop van het klassement. Ruben Schaken, hoe was het voor jou om weer een keer terug te zijn bij Cambuur en of vooral in Leeuwarden? Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb hier toch 4 jaar gespeeld. Heel veel bekenden, ook heel veel die weg zijn gegaan. En toch leuk om bepaalde mensen terug te zien, als mijn grote vriend Sipi, de materiaalman. Altijd lachen met hem, dus ik heb hem even de hand geschud en even bijgekletst. En daarna moet de focus natuurlijk op de wedstrijd. En wat weet je nog allemaal exact van je tijd hier? Nou, nog heel veel. Waren eigenlijk mijn kinderjaren in het betaalde voetbal. Ik heb alles hier geleerd. Ik ben hier gehard, zeg maar. Veel fouten gemaakt en uiteindelijk toch nog goed gekomen. En wat heb je hier allemaal zoal geleerd? Nou, vooral het mentale aspect. Ik kwam hier wel eens te laat. Nou ja, Leeuwarden, de stad en de kroeg en de discotheken, die ken ik als mijn binnenzak. Dus nee, dat was niet bevorderlijk in die tijd. Maar goed, ik heb gelukkig die knop weten om te zetten. En wat dat betreft kijk ik toch wel terug op een mooie tijd hier als mens. Maar sportief was het natuurlijk niet altijd even goed. En dan nu wat anders. Feyenoord, Cambuur natuurlijk twee verschillende clubs. Maar zijn er dan ook overeenkomsten tussen de twee clubs? Nou, als je kijkt naar de aanhang vind ik wel dat ook Cambuur een heel mooie trouwe aanhang heeft. Ik weet nog dat ik hier speelde. We deden het niet zo goed, maar het zat bijna altijd vol. Dus wat dat betreft is het vergelijkbaar als met het legioen, zeg maar. Dat ze toch hun club nooit in de steek laten, ongeacht hoe het ook loopt. Dus dat is denk ik een overeenkomst. En ja, verder is Feyenoord natuurlijk wel met alle respect een veel grotere club als Cambuur. Dus ik denk dat dan de vergelijking wel ophouden. Kunnen we nog een keer terug verwachten bij Cambuur? Nou, moeilijk te zeggen. Tuurlijk, het blijft een mooie club. Ik wil na mijn carrière trainer worden. Dus misschien dat ze ooit aan me denken. Maar nee, als voetballer denk ik niet. Denk ik het niet. Alleen, ja, je weet het maar nooit. Hey, ik ben Marco Hoekstra, ik ben 39 jaar en fanatiek Cambuur supporter. Zo fanatiek zelfs dat een collega mij heeft opgegeven. Nou, bedankt Thea. En hoe lang kom je al bij Cambuur? Ik denk dat ik 10 jaar oud was voor het eerst. Begon op Oost, alle tribunes gehad en nu zit ik met mijn eigen kinderen op Oost en mijn vader. Maar wat ik het leukste vind is dat mijn kinderen ook Cambuur geweldig vinden. En ja, die hebben allemaal Cambuur-attributen. Deze vlag, een mooi jasje van Kwik en dat soort dingen. Dat vind ik hartstikke mooi. Ja, daarnaast heb ik nog een mooie foto gekiekt afgelopen zomer op de boot naar Ameland. Nou, u begon natuurlijk net zelf al over de foto. U bent de maker van de beroemde Riemen van de Velden-foto met Cambuur-sjaal. En op de foto is ook uw zoontje te bewonderen. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, het was op de maandag dat de inhuldiging was van Cambuur op het Alderhoogste Kerkhof. We namen de boot om 9:30 naar Ameland. We zouden met gezin op vakantie, dat hebben we ook wel gedaan. Ik heb wel meteen een van de eerste boten daarna met mijn oudste zoon teruggepakt naar de Vastewal. Want die huldiging wilden we natuurlijk niet missen. En op de boot zagen we een groepje mannen zitten. Eén had een Cambuur-sjaal om, maar een van de andere mannen bleek Riemen van de Velden. Dus ik zei tegen mijn vriendin, die kan wel mooi even op een foto met Gerben en een Cambuur-sjaal. Dus ik naar beneden, mijn vriendin vond het niet zo'n goed idee, maar natuurlijk wel doorgezet. Sjaals meegenomen en op Riemer afgestapt. En ik zei, Riemer, wil je even op de foto? Hij keek naar mijn vriendin en zei, met je vrouw? Ik zei, nee, met een paar Cambuur-sjaals. Zo is het gebeurd. Dus die vrienden van hem lagen in een deuk en hij kon natuurlijk niet meer terug. Hij was ook reuze sportief, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dus hij is op de foto gegaan. Ja, die foto heb ik op Twitter gezet en die is eraf gehaald. En je kent het verhaal, die dook echt overal op. En was wel hartstikke leuk. Het heeft wel een leuke wending genomen. En hij reageerde verder sportief en was leuk. Zaterdag gaat SC Cambuur op bezoek bij ADO Den Haag. Tegen Feyenoord kwam een aantal spelers niet helemaal fit uit de strijd. Beschikt Dwight Lodewegers daarom tegen Den Haag wel over een fitte selectie? Nou, Hemme heeft nog wat last van zijn knie. Dat is een dag later, dat is ook niet verbazingwekkend. Het blijkt nog wel redelijk mee te vallen. Macrini loopt er weer rond, wandelt er weer rond, heeft er nog wel wat last van. Maar er wordt vanmiddag een echo genomen, gaan we kijken hoe het er daadwerkelijk voor staat. En Wout Droster lijkt alleen maar op een meisje nou, lijkt wel of hij make-up op heeft, een blauw oog. Dus we zeggen, als je nou woensdag weer komt trainen, doe die andere ogen ook, dan ziet het er wat beter uit. Nee, maar dat valt. Dus geen hechtingen, niks kapot, dus dat gaat allemaal goed. Ja,
Het is zaterdag een belangrijke wedstrijd. ADO staat redelijk op gelijke hoogte. Zie je ADO ook als een directe concurrent? Kijk maar naar de ranglijst, dan is dat ook zo. Hè? En die week erop krijg je NEC. Ik denk dat we dat ook in de laatste 6 wedstrijden van voor de winterstop, dat je dat gewoon in een pakketje bij elkaar moet houden. En dat je de uitdaging naar de groep toe moet maken van, nou, we gaan nog 6 wedstrijden spelen. Hoeveel punten kunnen we daarin gaan halen? Wat is reëel? En waar liggen de kansen aanstaande zaterdag? Nou, dat moet ik allemaal nog zelf gaan bekijken. Ik heb de andere mensen die zijn naar die wedstrijd wezen kijken. Ik heb de analyses binnen. Ik ga zelf de beelden bekijken. En dan kunnen we gaan bepalen van hoe gaan we dat doen. ADO Den Haag beschikt sinds kort ook over een kunstgrasveld. Is dat dan ook een voordeel voor Cambuur? Ja, dat is iets wat je nooit vooraf kunt zeggen. Het is zeker niet in ons nadeel. Wij spelen al langer op kunstgras. En hun nog niet. Ja, hun speelden daar ook niet tegen Twente en winnen daar ook van. Dus dat weet je niet. En wat is de verwachting voor aanstaande zaterdag? Winst. Ramon Leeuwen, aankomend weekend spelen jullie tegen ADO Den Haag. Waar je vorig seizoen nog voor actief was, kijk je er naar uit? Ja, tuurlijk. Het is een mooie wedstrijd en leuk om tegen mijn oude club te spelen, absoluut. Je mocht destijds weg bij ADO Den Haag omdat je redelijk blessuregevoelig was. Heb je het gevoel dat je daar nog wat moet bewijzen nu je er weer terugkomt? Nee, absoluut niet. Dat ik daar gespeeld heb, heb ik al wat bewezen. Daarna heb ik 1 blessure gehad. Ja, dat heeft me langdurig uitgeschakeld. En voor de rest, heb ik geen revanchegevoelens of zo. Denk je dat je met je kennis over de ADO-spelers je huidige teamgenoten kunt inlichten voor de aankomende wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Als ze iets willen weten, kunnen ze altijd vragen. Maar goed, ze hebben genoeg wedstrijden gespeeld en ook gezien. Waardoor ik denk dat het beeld van ADO Den Haag wel redelijk bekend is. Ja, je bent nu aanvoerder. Je staat veel in het team van de week. Denk je dat ze momenteel bij ADO Den Haag iemand als jij missen? Nee, ik denk niet per se iemand als mij. Ik denk dat ze op meerdere posities problemen hebben, zeg maar. Want het hele team draait niet echt niet lekker. Maar het gaat niet om mij speciaal. En hoe denk jij dat de verhoudingen liggen aankomend weekend? Ik denk dat wij de betere ploeg zijn. Dat hebben we ook wel bewezen tot nu toe. Alleen goed, Den Haag thuis is en blijft een lastige wedstrijd. Maar als wij ons spel spelen, dan zie ik het positief tegemoet. Dus er valt zeker wat te halen? Ja, zeker. 3 punten? Ik hoop het wel, ja. Daar gaan we voor. Het duel in Den Haag begint zaterdagavond om 8:45. Voor dit duel zijn nog steeds kaarten beschikbaar. Kijk daarom snel op www.cambuur.nl/uitwedstrijden en steun Cambuur in de jacht op de 3 punten. Dit was Cambuur TV voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.